Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut. En in dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. President Boutersen informeert parlementaire oppositie over overname Stuwdam. En minister Akinbotto ontkracht beweringen over betaling voor Afobakadam. Parlementaire oppositionele partijen hebben op het presidentieel paleis hun opwachting gemaakt bij president Desiree Boutersen. Het staatshoofd maakte namelijk op donderdag 2 januari een aanvang met de informatiesessies waarbij politieke organisaties, het bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen geïnformeerd worden over het voor- en na-traject betreffende de overname van de Afobakka Stuwdam. U hoort de vertegenwoordigers van de VHP, ABOB, PL en DOE. We zijn blij, we zijn als partij uitgenodigd door de president. We hebben een brief ontvangen. Dat was, als ik het goed heb, op 31 december. En als partij zijn we bijeengekomen om over de inhoud van de brief te praten en hoe we dat zouden afhandelen. En we hebben besluit genomen om als delegatie dus toch op de uitnodiging in te gaan. Dat de instituut-president uitnodigt, dus dan moet je toch aanwezig zijn om te kijken van wat de zaken zijn die besproken zullen worden. En het was in de uitnodiging aangegeven dat het zou gaan om informatieverschaffing met betrekking tot de overdracht van de Afobakadam. En nu dus het natraject, hoe dat verder ontwikkeld zou moeten worden. Ja, hij was er blij mee. Hij zegt in zijn eigen woorden van in een kankonja dat was aan de tapati en in de mantakking. Hij heeft daarvoor bedankt en we hopen dat er in deze situatie verbetering komt en dat als wij deskundige dingen aandragen, dat wij daarover kunnen praten en dat die meegenomen worden. Van de partij hebben ook kritisch gekeken naar de overeenkomsten die gemaakt waren in concept. En daarop hebben we onze reactie gegeven van kijk wat beter zou kunnen gaan. Ik heb net van de minister en ook van de president begrepen dat alle bijdragen die wij geleverd hebben, niet wij alleen, maar ook andere organisaties en politieke organisaties, dat allemaal goed bekeken is, meegenomen is waar het mogelijk was. Dus we kijken uit naar nu dat het feit is. Alle stukken zijn getekend. Kijken we naar de juiste uitvoering van die overeenkomsten die getekend zijn. De partij heeft altijd ondersteund op verzoek vanaf het begin met de FEP. Met alles wat aan ons gevraagd werd. We hebben enorme tijden achter de rug gehad om dingen te bestuderen. Om met een goed beslagen stuk op tafel te komen. Ik ben heel blij dat wij die dam hebben gehad. Het is nu in Surinaamse handen, het is onze eigen dam nu geworden. U weet dat energie de basis is voor ontwikkeling. En wanneer je dat in handen hebt, dat je je mensen meer kan bereiken. Belangrijk is, wat die mensen niet wisten, is dat men elke maand miljoenen moet betalen aan Suralco. En dat wist ik niet. En pas toen de discussie was in het parlement, hebben die mensen ons uitgelegd van elke jaar die we langer wachten om het over te nemen, verliezen wij geld, betalen we miljoenen. En kijk daarop, voor mij, het laatste moment, hebben we nu om het over te nemen, moeten we 100 zoveel miljoen betalen. Dus we zijn nu vrij van betalen. Dus wat moet gebeuren is dat de regering een zodanige plan maakt
dat de dam al van ons is. Ik heb die vraag ook gesteld. Krijgen we nu goedkopere energie? Of wordt energie duurder voor ons? Maar als je naar de realiteit kijkt, dan weet je dat Suriname heel ver beneden de andere landen zitten wat betreft per kilo wat betalen. Ik zit in de oppositie, natuurlijk. Maar wanneer iets een nationaal karakter heeft, dan ben ik altijd nationaal. Je weet het. En ik vind toen de uitleg kwam van dat we elke maand zoveel miljoen moeten betalen, heb ik gezegd, liever nu dan morgen dat we overnemen. En ik ben blij dat vandaag het een feit is. We vroegen weet je, van naar het subsidiebeleid, we vroegen naar in welke mate weet je, van de prijstarieven, de tarieven, de energietarieven, of die zullen worden veranderd, of die worden aangepast. Ja, en wat nou precies de overdracht betekent, want er is aangegeven van staatsolie, krijgt het beheer over de afvalbakadam. Dat betekent staatsolie levert energie aan EBS, beide zijn staatsbedrijven. En je weet ook weet je, dat staatsolie ook een energie levert, in de zin van fossiele brandstof, ook aan EBS. Hoe staat het daarmee? Daar werd er dan even om werd verteld van... dat het nog in een fase is van hoe ze dat gaan aanpakken. Op de vraag van of we content zijn met de overdracht, dat zijn we helemaal, omdat het een Surinaams bezit. Vooral het argument is aangedragen, weet je, van dat we in principe Suralco of Alcoa hebben gesubsidieerd. In principe, want we betalen te veel energie. Dus uit de monden van de minister zei je dat. Weet je, en dat... voor ons een voordeel, althans voor de staat Suriname zou dat een voordeel moeten zijn. En als het inderdaad zo is, weet je, van dat we dan een Suralco of Alcoa moeten subsidiëren en dat komt weg te vallen, dan is dat een pluspunt. Wij hebben altijd een visie over hoe wij met zaken omgaan wanneer het gaat om nationaal belang. En onze bijdrage zullen we altijd leveren. Dat hebben we altijd gedaan in de vorm van ons parlementariër, de heer Karel Breeveld. Dus die voeding ontvangt hij continu. Dus hij staat niet in zijn eentje. Onze zienswijze wordt verder gekanaliseerd. Maar ook als er aan de partij zaken wordt gevraagd, onze visie over andere zaken aangaande dus deze overname, dan zullen we ook onze visie daarover geven en onze bijdrage daaraan leveren. De infosessie is geweest. Wat is het vervolgtraject voor uw organisatie? Voor ons is het natuurlijk nog koffiedik kijken om te weten wat het vervolgtraject is. Voor ons is duidelijk dus dat nog niet alles in kannen en kruiken is. Er is een overname gedaan, maar er zijn een aantal dingen dus die nog in feite vanuit de regering vorm moeten krijgen. Minister Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen ontkent ten stelligste dat de Surinaamse overheid geld heeft moeten neertellen om de afvalbakkastuwdam in eigen beheer te krijgen. Het bedrag dat betaald is, is op basis van een zakelijke overeenkomst welke de staat had met Alcoa, namelijk de rekening voor geleverde energie. Uiteindelijk is de zelfbeschikking hebben over de waterkrachtcentrale volgens de minister cruciaal voor de ontwikkeling van ons land. Energie wordt niet zonder meer duurder. Het is van belang om vast te stellen dat we na een gedegen onderzoek met nu de dam in eigen beheer, we weten nu wat de kostprijs is voor opwekken, we weten nu wat voor kosten er gepaard mee gaan om die dam te onderhouden. En als we die zaken goed hebben doorberekend, zal het wel zo zijn dat zij die het kunnen permitteren marktconform gaan betalen op een gegeven moment op termijn. En zij die daadwerkelijk subsidie behoeven, dat die zeker wel gesubsidieerd zullen worden. Maar voor nu zal er geen verhoging plaatsvinden van energie in Suriname. Nou, ik kan met klem aangeven dat die beweringen onjuist zijn. Er is niet betaald voor de overname van die dam. De dam is overgedragen als onderdeel van de beëindiging van de Brokkoponde overeenkomst. En ik wil dat even zo toelichten. De Brokkoponde overeenkomst, welke getekend werd toen de tijd, 50, 60 jaar terug, zeg maar, bij het opstart van de raffinaderij. In die overeenkomst waren er niet al zodanig voorzieningen voor
afhandeling, bijvoorbeeld vraagstukken voor wat betreft milieu. Er is toen gekozen dat de zaken die niet zijn geregeld in de overkoepelende overeenkomst apart onderhandeld zouden worden. Daarover heeft de onderhandelingscommissie samen met het onderhandelingsteam van Alcoa een tussenweg gevonden om de milieuvraagstukken onder een internationale standaard, welke is overeengekomen, af te wikkelen. Daarnaast behelst de overkoepelende overeenkomst beëindiging daarvan, ook wel overdracht van de hydrokrachtwerken en andere aspecten die relevant zijn, zoals toezien dat Alcoa voldoet aan afspraken die zijn gemaakt met de gemeenschap en de omgeving. Overdracht van die dam, in feite is dat, laat maar zeggen, nul. Het is niet in feite. Het is hard dat we niets hebben betaald voor die dam. Wat wel het geval is geweest, is dat de afgelopen periode zijn er afspraken gemaakt, toen de tijd, zeg maar rond 1999, waarbij is overeengekomen dat er een brandstofcomponent zou worden toegevoegd aan de prijs. Vanaf dat moment, toen het slecht ging, betaalden we steeds meer dan wat wij ontvingen van Alcoa uit de deal. Het was dan zaak om te kijken om deze overeenkomst te beëindigen. Wat er toen is gebeurd, is dat de stroomrekening wat was opgebouwd en voor de periode toen de echte onderhandelingen zijn aangevangen, heeft Alcoa, het was een bedrag van ongeveer $104,8 miljoen om precies te zijn, heeft Alcoa Suriname reeds $100 miljoen kwijtgescholden van die rekening. Dus vanaf dat punt moesten we maar $4,8 miljoen betalen. De onderhandelingen hebben jammer genoeg veel langer geduurd, 5 jaar, 5,5 jaar. Wat is gaan gebeuren? Die rekening bleef doorlopen omdat we een overeenkomst hadden met Alcoa. Aan het eind van de onderhandeling heeft Alcoa wel als voorwaarde gesteld, je moet me betalen, ik wil mijn geld hebben voordat ik vertrek, want ik geef alles over aan jou en we hebben een zakelijke overeenkomst en je moet wel betalen voor de levering en gebruik van stroom welke we hebben gedaan. En dat is het bedrag dat we uiteindelijk hebben moeten betalen aan Alcoa. Maar het is niet om de dam over te nemen, het is om de rekening op basis van een zakelijke overeenkomst welke was gesloten toen waarvoor we hebben betaald. We moeten zo zien dat in ieder geval de opwekking, distributie van energie, betaalbare energie, is in ons eigen hand. Het is van Suriname nu, het is in handen van de Surinaamse overheid. Als ik eerder zei, de ontwikkeling van land moet je energie, je moet kunnen plannen daarop. Woningbouwprojecten moet je voorzien van elektriciteit, stroom, betaalbaar stroom. Wat wij nu beter kunnen inschatten, is in ieder geval op lang termijn de planning die we kunnen maken om hier een invulling te geven. Natuurlijk is de vraag vanuit de kleine man, wordt het goedkoper? Dat zou je niet zonder meer nu kunnen aangeven, omdat het toch wel van belang is dat we moeten vaststellen welke tarief we gaan hanteren. We hebben nu een dam, elektriciteit wordt opgewekt vanuit de Afanbakken Hydrodam. Relatief goedkoop, maar we hebben nog steeds onze energiebedrijf EBS, welke fossiele brandstof diesel gebruikt om energie op te wekken. Er is een verschil in die twee prijzen voor opwekking, dus je gaat twee prijzen moeten hanteren. Waarmee we nu bezig zullen zijn als regering is daadwerkelijk een gedegen calculatie maken, een goede analyse maken om van daaruit te bepalen. Het is natuurlijk het idee van de regering dat energie altijd toegankelijk en betaalbaar blijft voor de gemiddelde burger. Maar tegelijkertijd moet ook de regering kijken naar het budget welke we uitgeven om elektriciteit te subsidiëren. Op een gegeven moment gaan we naar een stukje ontwikkel- en volwassen structuur moeten gaan, waarbij je daadwerkelijk gaat subsidiëren de mensen die het hard nodig hebben. En zij die het kunnen permitteren, daadwerkelijk het bedrag kunnen betalen waarvoor energie wordt geleverd. Als we kijken in de regio, is Suriname relatief goedkoper. We hoeven niet eens ver te gaan. Onze buurland Guyana, die levert voor $38 per kilowattuur. Dat is significant om te vergelijken met Suriname. Maar in ieder geval moet het betaalbaar blijven, toegankelijk blijven en gegarandeerd op lang termijn dat we gerust de ontwikkeling van ons land ter hand kunnen nemen. Op eigen benen staan, één vorm daarvan, de Hydrodam. Maar zeker ook in de toekomst, nabije toekomst, hopen we olie en gas te vinden. Dat zal die positie nog verder versterken, waarbij we zelfstandig gaan opereren. In hetzelfde traject kijk ik ook naar de mogelijkheid om ook te investeren in renewable energy, hernieuwbare energie, zoals gebruik maken van zonne-energie,
En windenergie, wat betreft zonne-energie, is er vanuit NH ingegeven vanuit het beleid van de regering. Al zijn we stappen ondernomen, we zijn bezig in het binnenland solar-energieprojecten uit te voeren. Daarnaast zijn we nu bezig om studies te doen met financiering van internationale organisaties om de mogelijkheid van windmolenenergie te introduceren in Suriname. Al met al, als land is het van belang om in ieder geval dit gedeelte, dit onderdeel veilig te stellen, betaalbaar te houden, toegankelijk te maken, maar zeker in eigen handen, in eigen beheer uit te voeren. Het is een continu proces, het gedeelte van analyse maken. Kijk, bijvoorbeeld het onderdeel van de Hydrodam, daar zijn er gesprekken, dat is ondergebracht bij Staatsolie. Daarover zullen de komende tijd zeker verder afspraken worden gemaakt. Niet te vergeten, voor ordening van de sector en regulering hebben we ook onze energiesectorplan verheven tot wet. Er komt een energieautoriteit. Het streven is nog voor eind van deze maand de invulling te geven aan onze energieautoriteit. Eigenlijk het proces staat ingezet. Nu nog is het invullen van de directeurpositie. Daarnaast kijken we landelijk de projecten waarmee we bezig zijn in voorbereiding voor het binnenland. Kijken we eruit om de komende 3 tot 5 jaren goed deel te voorzien van elektriciteit. Maar de overige zaken die zullen zeker op middellang termijn meer vorm en inhoud krijgen. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.